Ze gingen op vakantie, zakenreis of familiebezoek. 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. Het is de zomer van 2014 als pro-Russische rebellen vanaf Oekraïense bodem hun vliegtuig uit de lucht schieten. De MH17, vertrokken vanaf Amsterdam. Er zijn geen overlevenden en hier staan hun namen. A Malaysian Airlines flight crashes in eastern Ukraine by a surfaced air missile. This happened in Ukraine near the Russian border. Right to the chaos of the crash. Dood tegen het middaguur is vertrokken uit Amsterdam. De ramp schokt ons land diep. Ik ben zo verschrikkelijk kwaad dat ik bijna ontplof. 23 and 20 years old. They're lying there on the floor somewhere. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan het nog niet geloven. En de nasleep zit vol leugens en verwarring. We willen de onderste steen boven krijgen. Dat zijn we de onschuldige slachtoffers en hun nabestaanden verplicht. In 3 delen reconstrueren we die fatale 17 juli 2014. Wat eraan vooraf ging en wat er in de jaren na de ramp gebeurde. Dit is deel 2, de dag van de ramp. Het is niet meer dan een hoofdweg met 5 zandpaden. Maar toch woedt er in het Oekraïense dorp Marinovka een bloedige strijd die uiteindelijk het lot van de MH17 bezegelt. En niet alleen in dit dorp wordt gestreden. We vertelden het al in aflevering 1. Als de pro-Russische rebellen het vliegtuig uit de lucht schieten, wordt er al ruim 2 maanden gevochten in Oost-Oekraïne. Kort samengevat. De spanningen in Oekraïne leidden in januari 2014 tot een volksopstand tegen de Ruslandgezinde president Janukovic, de Maidan-revolutie. Bloedige gevechten volgen en hij vlucht naar Rusland. Dat land neemt kort daarop in maart dit schiereiland in het zuiden van Oekraïne in, de Krim. Het stimuleert de inwoners van Oost-Oekraïne om met steun van Moskou in opstand te komen. Ze roepen zelfs hun eigen zelfstandige republieken uit. Donetsk en Luhansk. Dat laat Kiev niet gebeuren en in het voorjaar van 2014 escaleert het tot een complete burgeroorlog. Begin juli wordt die strijd steeds feller, onder meer dus in Marinovka. De pro-Russische opstandelingen hebben zwaar te lijden, want het Oekraïense leger is sterker. Want dat leger valt aan. Van boven. Tegen Oekraïense gevechtsvliegtuigen zijn de opstandelingen kansloos. Want hun wapens schieten namelijk maar tot een kilometer of 6. En het Oekraïense leger vliegt hoger. Het is 16 juli. Iets over 1. У меня 30% личного состава нет. Je hoort een commandant van de pro-Russische rebellen, Gartchenko. Hij heeft al vaker om betere wapens en versterking gevraagd en belt met zijn meerdere Dubinsky. Maar er is iets dat de kans kan doen keren. Boek. Dit is de eerste keer dat dat woord valt in de door Oekraïne afgetapte gesprekken. En de boekinstallatie staat aan de Russisch-Oekraïnse grens, klaar om het conflictgebied in te rijden. Een complete boekinstallatie bestaat normaal gesproken uit deze 3 onderdelen. Een commandovoertuig, een radarvoertuig en een voertuig met raketten, een Taylor. Zo'n boek kan hoogvliegende vliegtuigen raken. Maar de opstandelingen krijgen alleen dit onderdeel, de Taylor. En zonder radar is die eigenlijk half blind, want je ziet niet goed waar je op schiet. In de vroege ochtend van 17 juli rijdt er dus halfblinde boekinstallatie Oekraïne in. Naar wat er vanaf dit punt gebeurt is uitputtend en geverifieerd onderzoek gedaan door het Joint Investigation Team en onderzoekscollectief Bellingcat. Geluk bij een groot ongeluk. De boek is een flinke installatie.
Hij valt op. Onderweg maken verschillende getuigen foto's en video's van het konvooi. Dat, plus die afgeluisterde gesprekken, maken de reconstructie van die fatale dag glashelder. In Nederland komt die zomerdag de zon op om iets over 6:30. Rond die tijd worden waarschijnlijk ook de eerste passagiers wakker om de laatste spullen in hun koffers te stoppen. Alles wat je gaat zien is in Nederlandse tijd. In Oekraïne wordt de boek voor de eerste keer waargenomen. Op een witte Volvo met een rode laadbak. Daaroverheen ligt een camouflagenet en de wagen wordt geëscorteerd door twee auto's. We volgen de route. Hallo Nikolaj. Да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да-да, что я привез, я уже в Донецке. In Nederland doet niets vermoeden dat de wereld er over een paar uur totaal anders uitziet. De dag begint rustig en normaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Tot 9 uur hoort u bij ons alles wat u wilt weten. Het is donderdag 17 juli. EU-leiders werden het vannacht dus niet eens over de verdeling. Rond 9 uur komen de eerste passagiers van de MH17 aan op Schiphol. En een uur later begint het inchecken. Hier vertrekt het konvooi op dat moment vanuit Donetsk via de N21 richting het oosten. Een half uur later verschijnt de MH17 voor haar dagelijkse routinevlucht aan de gate. Tijdens het boarden plaatst een passagier nog deze foto op Facebook. Terwijl in Amsterdam de passagiers aan boord gaan, volgt het konvooi met de boek deze route. Op Schiphol taxiet het vliegtuig naar de startbaan. En een kwartier later, om 1:50, is de MH17 met aan boord 283 passagiers en 15 bemanningsleden ready for take-off. Een vliegtuigspotter maakt nog deze allerlaatste foto. Ondertussen wordt in Oekraïne druk overlegd, want de chauffeur wil weten waar hij naartoe moet. Вот ты в Степановке должен уйти направо, через поле идти на этот нашу. Это Снежное, да, блядь, Степановая? Ну да. Вот иди на Снежное. Там я тебя дальше сориентирую. Bij Snishne wordt de lanceerinstallatie van de vrachtwagen gereden en daar rijdt de boek zelfstandig nog 5 kilometer verder naar een landbouwveldje bij het gehucht Pervomajske. Daar wordt het systeem klaargemaakt voor lancering. Kort daarop vliegt de MH17 het Oekraïense luchtruim binnen. Het oostelijke gedeelte van dat luchtruim is dan al 3 dagen afgesloten tot 32.000 voet, dat is zo'n 9,7 kilometer, vanwege de oorlog. Sommige vliegtuigmaatschappijen besluiten niet meer daar te vliegen, maar Malaysia Airlines vliegt er nog dagelijks. Het vliegtuig stijgt iets, naar zo'n 10 kilometer, en het zendt een transpondersignaal uit, waardoor radarsystemen het vliegtuig kunnen herkennen als burgervliegtuig. Die middag vliegen nog 3 passagiersvliegtuigen boven Oost-Oekraïne. Om 3:19 klinkt er een harde knal bij Rabove. 1 stip verdwijnt van de radar. De piloot reageert niet meer op de luchtverkeersleiding. De MH17 is geraakt. Вон, смотри, черный дым за терриконом, где прогресс. Пошла работа. Выйди. Это... Смотри, вот да, черный это... дым поднимается. Ни хера себе. Вот мы только что смотрели, как самолет взорвался и падает. Да, падал самолет. De rebellen denken dat ze een Sushka hebben neergehaald, een Oekraïns gevechtsvliegtuig. Gartchenko belt met Dubinsky. Мы на месте. Одну уже Сушку сбили. Молодцы. Ай, молодцы. Вот. Одну Сушку сбили. Молодцы. Igor Girkin, de leider van de pro-Russische rebellen en de baas van de mannen die je net hoort, plaatst kort daarop dit op social media. In het district Torres is net een AN-26 neergehaald. We hebben ze gewaarschuwd niet in onze hemel te vliegen. Er zijn geen burgers getroffen. Hij weet op dat moment nog niet dat ze geen militair toestel hebben geraakt, maar een passagiersvliegtuig. Ongeveer een uur na het neerhalen van de MH17 ontdekken rebellen op de rampplek dat het geen legervliegtuig is. Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там. Да пиздец. В обломки прямо во дворы падали тут. Так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, то что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла.
села. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Igor Girkin verwijdert daarop snel zijn triomfantelijke bericht. Nederland is nog onwetend. Maar om 6:30, direct na de finish van de Tour de France, begint een extra journaal. Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Hier weten we dan nog vrijwel niks, dus we kunnen alleen speculeren. Er zijn in het verleden in dat gebied vliegtuigen neergeschoten, maar dat waren vliegtuigen van het Oekraïnse leger. En niet vliegtuigen op een dermate grote hoogte als waar dit vliegtuig op zou hebben gezeten. Niemand weet dan nog dat de pro-Russische rebellen inmiddels een boekraket hebben. Het feit is in ieder geval dat we dat op dit moment nog niet weten. Of het is doelbewust is neergeschoten, misschien per ongeluk zelfs uit de lucht is geschoten. Of dat er sprake is van een andere oorzaak. Dat kan natuurlijk altijd ook nog, hoewel het wel heel toevallig zou zijn, juist in dat gebied. Er is dus direct een sterk vermoeden dat het vliegtuig niet door een technisch mankement is neergestort. En dat eerder verwijderde bericht van Igor Girkin wordt daar als belangrijke aanwijzing voor gezien. In Nederland wordt met een minuut duidelijker dat hier sprake is van een ramp van nationaal niveau. Van internationaal niveau. A Malaysia Airlines plane with nearly 300 people on board has crashed in Ukraine near the Russian border. Everyone is asking, no doubt, a lot of questions right now. Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Малайзии Наджибу Тун Разаку в связи с катастрофой самолета малайзийских авиалиний на территории Украины. Nog diezelfde avond wordt in Den Haag een crisisteam samengesteld met onder meer minister Opstelten van Justitie en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Ondertussen rijdt in Oekraïne de Smoking Gun, de boekinstallatie, als een speer terug naar Rusland. Onderweg daarnaartoe wordt het systeem nog één keer vastgelegd. Met daarop niet 4 raketten, maar 3. Premier Rutte komt hals over kop terug van vakantie. Op Schiphol noemt hij het nauwelijks te bevatten. Het gaat hier mogelijk om een van de allerergste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Ik ben geschokt. Ik ben er echt kapot van. Heel Nederland, wij allemaal zijn in diepe rouw. Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart. In Nederland is prioriteit nummer 1 van het crisisteam de slachtoffers zo snel mogelijk wegkrijgen van de rampplek. Hoe lastig dat zou worden, weten ze dan nog niet. Hierover meer in aflevering 3. Maar ze willen de onderhandelingen met de opstandelingen in Oost-Oekraïne niet bemoeilijken. Dus voorlopig zeggen ze nog niks over de mogelijke toedracht van de ramp. Maar de Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben geen twijfel. Dan nog vicepresident Biden neemt geen blad voor de mond. Shot down, not an accident. Blown out of the sky. Niks geen ongeluk. Dit is een aanslag. In de volgende aflevering: de leugens, het bedrog en het recht in de nasleep van de ramp.